Goedemiddag, Johan Jacobs, kwartier maken innovatie bij het ministerie van Verbindingen. Vind ik wel een mooi woord. Ik zou eerst willen zeggen, Marco, Patrick, Bram en Niels, hartelijk dank voor jullie bijna inspirerende turbotaal van het gaat gewoon niet snel genoeg. Dat is iets wat we veel horen bij de overheid, dat het niet snel genoeg gaat. Desondanks denk ik, als je naar Nederland kijkt, als land waar de infrastructuur natuurlijk geweldig goed voor elkaar is, waar de digitalisering op een geweldige manier is georganiseerd. Laatste rapporten laten zien dat wij koploper zijn. Hè? Dus laten we niet net doen alsof we niks doen. Nederland staat er enorm goed voor. En het rapport van het RLI gaat ons denk ik ook heel erg helpen om te zorgen dat, want als je een koppositie hebt, dan is het vaak toch heel lastig om die te behouden. Hè? Dus het rapport van het RLI gaat ons denk ik heel erg helpen om die koppositie te behouden. Wat heb ik gehoord bij de vier sprekers? Eigenlijk iets wat alles een beetje rode draad door deze middag loopt, namelijk die gebruiker. Ik heb hier voor een tijdje ook in het spoor gezeten. En dan hadden wij altijd één hele flauwe grap. De gebruiker staat op centraal en dat wil hij niet zijn. Maar de gebruiker staat natuurlijk nadrukkelijk hier centraal. En naast die gebruiker hoor ik ook heel veel over duurzaamheid. En dat bracht mij wel aan het denken, want ik geloof dat het Arnoud was die vertelde dat, ja, weet je, als je eigenlijk gaat kijken naar wat die overheid nou doet en welke doelen wij nastreven, dan zit dat toch heel vaak aan de economische efficiëntiekant, de bereikbaarheidskant. Maar ik hoor hier toch wel iets anders. En dan kom je in je rol als directeur kwartiermaker innovatie toch best in een rare spagaat te zitten. Dat aan de ene kant er een regeerakkoord ligt dat best heel veel ruimte biedt, ook voor innovaties en voor nieuwe ontwikkelingen. Maar aan de andere kant een minister is die, laat ik het zo zeggen, ook vaart wil maken, iets wil laten zien. En dan moet je goede afwegingen maken. Dus hoe krijg je nou en een fileplan en een goede mix met allerlei dingen die niet alleen maar meer of betere infra, maar ook andere infra krijgen. Dat is mijn tweede opmerking bij wat ik heb gehoord. Dat er is heel veel drive. Er is heel veel urgentie neergezet. En dat is ook tegelijkertijd de reflectie op het rapport van het RLI. Waar ik heel erg tegenaan loop in mijn rol, is dat met alle enthousiasme en alle intenties die worden uitgesproken voor integraler werken, meer samenhang, het echt met elkaar oppakken, over de modaliteit heen, zelfs over de domeinen heen, want dan krijgen we betere oplossingen. Maar er is natuurlijk één ding wat dan wel aan de hand is, het wordt echt rete complex. Daar heb je een oplossing voor te vinden. En ik ben heel erg op zoek naar de vraag hoe we dat met elkaar gaan doen. Ik hoor hier iedereen uitspreken dat hij daartoe bereid is. Maar tegelijkertijd, niet om flauw te doen, maar als ik Milieudefensie of anderen hoor, dan gaat het toch wel dat de ambities heel erg op de duurzaamheid moeten zitten. En daar spreekt ook teleurstelling uit. Dus het is wel heel lastig om met elkaar te zorgen dat we echt een keuze maken voor de goede doelen. En dat we daar ook met elkaar achter gaan staan en dat we dan elkaar weer niet verketteren. Dat vind ik voor mij de grootste uitdaging vanuit het ministerie van Verbindingen. Ik denk dat een mooie term, die houden we erin. Om dat echt heel erg bij elkaar te brengen. En mijn oproep vandaag hier zou zijn, als ik dit hoor, is om echt met elkaar dat gesprek aan te gaan. Ik heb heel veel oproepen ook gehoord vanuit de mensen. Het gaat al best lekker met die overheid, faciliteert goed, ondersteunt goed. We willen daar ook heel nadrukkelijk onze bijdrage aan leveren. Maar dan wel met elkaar vanuit een echt gezamenlijk doel. En wat mij betreft ook gezamenlijk gedeelde waarden daarachter. Dus mijn oproep mogen duidelijk zijn. Ik hoop dat ik hier vanmiddag vandaan ga met heel veel steun van jullie. En dan ga ik ook ontzettend mijn best doen vanuit het ministerie. Ja, en dan wordt het een prachtige toekomst. Dankjewel.